En Ilko, wanneer nam jij het besluit, het gaat niet lukken. Het gaat me niet lukken om gelukkig te worden. Ik wil stoppen met dit leven. Ja, ik denk dat ik het besluit al 4, 5 jaar geleden heb genomen. Ja. Dat ik toen zei, ja, als dit het blijft en dit wordt, dan hoeft dat voor mij niet. Ik heb toen wel nog heel bewust wel alles geprobeerd om zeker te weten dat elke therapievorm die er is, elke manier om mijn leven in te richten, wel geprobeerd heb. Want ja, je weet het niet, misschien dat er toch herstel optreedt. En eigenlijk een ruim jaar geleden heb ik voor mij gezegd, kijk er echt nog een half jaar aan. Als na een half jaar gewoon nog niet verbeterd is of voor mij acceptabel geworden is, dan ga ik echt serieus de hulp vragen om euthanasie in werking te zetten. En dat heb ik begin april dus gedaan. Ja, dus je hebt die toestemming gekregen om euthanasie te laten plegen. Ja. De meeste gevallen van euthanasieverzoeken bij psychisch lijden worden afgewezen. Dat heeft dan vooral te maken met de wilsbekwaamheid. Nou, dat wil ik toch wel even verbeteren. Ja. Want ik heb dat inderdaad gelezen. De wilsbekwaamheid valt op zich nog wel mee. Het grootste probleem is het een uiting van het ziektebeeld. Ja. En om wilsbekwaamheid te zeggen, vind ik, dat doe je de gemiddelde psychiatrische patiënt echt mee tekort. Ja. Want die is echt wel wilsbekwaam. Het is alleen, heeft misschien net niet genoeg ziekte in zich. Dus op het gebied van zijn ziekte, ja. Maar om het nou wilsonbekwaam te noemen, vind ik wel heel ver gaan. Nou ja, ik bedoel meer van die doodswens voortkomt uit een psychische aandoening. Ja. Bijvoorbeeld bij depressieve mensen is suïcidaal zijn, is daar een onderdeel, van. Kan er een onderdeel van zijn. Ja. Ik zelf vind wel dat ze daar moeten ze heel goed naar kijken natuurlijk. Aan de andere kant vind ik ook van als je suïcidaal bent en je leeft heel je leven met suïcidale gedachten. En eigenlijk weet ook iedereen in je omgeving dat dat ook het einde van je leven gaat worden een keer. Vind ik op zich die suïcidale gedachten niet een reden om euthanasie af te wijzen. Want dan is het echt een symptoom van je problemen. Maar was het moeilijk om aan te kunnen tonen dat, dat je volledig wilsbekwaam bent en dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Dat is niet makkelijk, nee. Ik zou niet kunnen vertellen hoe dat precies gedaan is. Ik ben gewoon in alle gesprekken altijd gewoon heel eerlijk geweest. Hoe ik het ervaar, het altijd wanhopige gevoel als ik wakker word. De hoop dat ik niet meer wakker word als ik 's avonds ga slapen. Wat alles mijn energie kost, hoeveel moeite alles kost. Het constant vechten tegen de suïcidale impulsen. En ik denk dat wat ook heeft geholpen, als je het zo mag zeggen, is natuurlijk dat ik een heel erg dik dossier heb van heel veel hulpverleners. Ja, een dossier aangemaakt. Ja, al 30, ruim 30 jaar dossier. Dus dat iedereen kon wel zien dat het niks nieuws was. Dat het al eigenlijk onvermijdelijk zou zijn. Jouw euthanasieverzoek is dus goedgekeurd. Monique, als moeder, hoe reageerde u toen u dat hoorde? Ja, maar het is niet zo als moeder zijn dat dat onverwachts komt. Ik bedoel, het heeft als een rode draad altijd door zijn leven is het gegaan. En ik begrijp hem op zich wel heel erg goed. Ja. Ik denk dat als ik zo moest lijden en zo moest leven, ik denk dat ik het ook niet zou willen. Heeft u er eigenlijk altijd al rekening mee gehouden dat dit zou gaan gebeuren? Ja, en dan ben ik heel blij dat het op deze manier gebeurt. Want zelfmoord was, dat is altijd, heeft altijd op de loer gelegen. En het feit dat het nu zo mag gebeuren is natuurlijk voor ons als gezin heel prettig. Maar zeker ook voor hem. Hij is meer waard als alles maar voor een trein springen of van een flat. Ja. Plus het feit wat die andere mensen daarmee aandoet. Dit is toch wel, als het dan toch zo is, de mooiste en de fijnste manier. En wij zullen ook nooit meer vragen achterblijven van waarom heeft hij het gedaan? Wij weten waarom. Ja. En alles is uitgesproken.